Het is een broodje voor de bezoekers die komen. Ze zijn van harte welkom hier. Daarom dat broodje hier met een mooi plantje erbij. Dat heeft u netjes opgeknapt. Ja, zeker. Mooi wit gemaakt, dus het is mooi duidelijk om te zien. Ja, het is belangrijk om je eigen woonomgeving een beetje op te fleuren. Zeker, dat heeft iedereen toch? Ja. Dat is zelfs het mooiste van het mooiste hem. Hè? Ja, okay. Ja. Mooi in het midden van het centrum van Nijverdal. Alles bij de hand, dus. Bevalt goed. Uitstekend. Maar het is zo schitterend waar je van niets naar hier naartoe bent gegaan in al die jaren. Dat je dat zelf hebt opgebouwd. Dan moet je wel stevig in je schoenen staan. We zijn hier op het Dr. Vos paviljoen. Het is een tijd geleden dat u hier gewoond heeft. Ja, dat is jaren geleden. Ja. Ruim even kijken. Spoedig zijn bijna 6 jaar. En op de villa heb ik een paar jaar gewoond. En toen hier gewoond. Ja. Wat heel erg belangrijk is bij het werken van met mensen, met cliënten met Korsakoff-syndroom, is dat je ze niet confronteert. Je confronteert ze niet met wat ze niet kunnen. Iets wat stuk is, daar kun je geen beroep op doen. Dat is het principe. Dat is ook een oude slaapkamer van mij. Dat is een slaapkamer van 1 persoon. Daar heb ik ook nog een poortje gesluipen hier. En dit was mijn woonkamer. Zullen we even naar binnen gaan? Het is hier wel goed veranderd. En door ze wel een goed gevoel te geven, door ze complimenten te geven dat ze wel kunnen, groeit er een gevoel van eigenwaarde. Dat ze hier alles weer moeten opbouwen. Maar dan langzaamaan, stapje voor stapje. Bijvoorbeeld? Nou, hier heeft u een planbord. Dan kunnen ze zien wat ze moeten doen. Dit is echt hetzelfde. Ze moeten elke dag hetzelfde doen, ja. Zo te zien. Veel eenvoudiger. Een stuk eenvoudiger, ja. Dit is mijn oude kippenhok. Toen ik hier woonde, toen verzorgde ik de kippen hier. Ik had toen 5 kipjes hier. Die verzorgde ik. Ik maakte die schoon. Ik haalde de eieren uit en die verkocht ik aan begeleiding, aan bezoek die er kwam. Daar verkocht ik de eieren van. En dan kocht ik nieuwe kippen van, nieuw voer. En in al die jaren dat ik heb gedaan, heb ik 1 keer een broek van overgehouden. Nou, dat vond ik wel zo trots. En ik denk dat een gevoel van eigenwaarde tot een gering punt is bereikt. En alles wat je daaraan kunt bijdragen zodat het beter wordt, dat is wat je doet. Maar aan deze locatie is wel iets bijzonders. Want aan de overkant zit Albert Heijn. En een drankhandel Gal en Gal. Ja. Dus dan kan je zo even naar de overkant Naar Albert Heijn toe, ja. Gal en Gal, laat ik links liggen. De uitdaging van ons vak is om de juiste hulpvraag van een cliënt boven tafel te krijgen. Ik vind dat een heel uitstekend idee van mij en van de medebewoners, dat je zo sterk in de schoenen staat dat je buiten de drank kunt. Een stukje vertrouwen. Ja, een stukje vertrouwen. Tegenover elkaar en tegenover de begeleiding. En om te zorgen dat de cliënt naar tevredenheid bij ons woont.